Nou, goedenavond eenheden. De nacht kan ik beter zeggen, dus het begin van de avond. We gaan straks naar een pand waar mogelijk een drugslab is. We hebben een anonieme tip doorgekregen. Een observatieteam heeft een observatie gedaan. En dat blijkt positief, we hebben ook dat vermoeden. Wat we weten is dat er één iemand daar binnen is. Of hij gewapend is, weten we niet. We gaan er nu wel van uit omdat de recherche hem aan een bende koppelt die wel gewapend is. Dat is ook de reden waarom we met de wapens naar binnen gaan. Hij kan mogelijk ook gaan vluchten, dat weten we niet. Maar als we ons plan goed uitvoeren, dan denk ik dat hij niet eens de kans krijgt om überhaupt te gaan vluchten. We weten twee teams. Mijn collega hier die neemt team A mee. Ik neem team B mee, dus dan weet iedereen dat hoe de verdeling is. Standaard uitrusting, dat zal ook allemaal mee worden genomen in de Vito. En dan straks ter plaatse gaan we lopen daar naar het pand en gaan we het pand betreden. Oké, dus we zetten eerst de auto neer, dan een kleine briefing wie waar binnen gaat en dan naar het pand lopen, neem ik aan. Ja, jullie weten nu al eigenlijk, is net uitgelegd waar jullie heen moeten. Welk team je hoort, wat welk team gaat doen. Vanuit de auto's is het eigenlijk alleen uitrusting pakken en direct naar het pand. Oké, zetten we de auto ook bij het pand neer of zetten we bij dat hotel achter iets? De voorzijde die zet het pand aan de zijkant neer bij het tankstation daar. Ja. Achterzijde zet hem achter de huizen neer. En dan gaan we door de huizen, door die mensen hun tuintjes zijn, dat volgens mij is makkelijk toegankelijk. Ja. Gaan we gelijk naar achter. Duidelijk. Er zit wel een hek om het pand heen. Heeft een voordeel en nadeel. Het voordeel voor ons is dat verdachte moeilijk kan vluchten. Het nadeel is weer wel dat hij ons van een bepaalde kant kan zien aankomen. Maar als wij voorzichtig gaan benaderen, dan zullen we dat door moeten hebben en kunnen we daarop reageren. Zijn er voor de rest nog vragen? Nope. Nee. Hoi. Dan gaan we zo vertrekken. Straks de snelweg op. Ga op de snelweg. Sirene is er af alleen als het druk is. Kijk uit. Achterste kunnen niet meedraaien. Even vaart minderen. Paard mag wel weer. Ja. Paard mag even weer wat geminderd worden. Niet bij het ongeval. Oké, zwaar lamp eraf, dus we benaderen. Jullie rijden achterdoor toch? Gaan wij hier straks wel even zo ver rijden? Lampen mogen helemaal uit. Mogen hier straks stationeren.
Omkleden, oud, normaal tenue. Nou, dan gaan we denk ik weer benaderen. Dus team Alpha, team Bravo benaderen. Team Bravo, pand in zicht. Alpha ook. Er staat eenmaal busje gestationeerd aan de achterzijde met achterdeuren open. Alpha staat klaar voor inzet. Nou, Bravo is nog steeds aan het benaderen. Gaan lopen, houden jullie rekening met jullie even busje checken. Ja. Loop maar. Moeilijkheid is. Schild, dek, trap. Wij gaan tweeën de busje clear. Busje clear, voorzijde ook clear. Aansluiten, opstellen deur. Inbraak in 3, 2, 1. Gaan winnen. Opgereed. Ready? Op ready. Nou, voorwaarts. Politie, handen laten zien. Handen laten zien. Omdraaien. Op je knieën. Zijn vuurwapens gericht. Bij elke verdachte wegen wordt gericht geschoten. Op je knieën. Dag, clear. Beneden, clear. Kun je handen op je hoofd houden. Oké, Bravo 1 wacht tot iemand op gaat boeien. Nou. Nogmaals, bij elk verdachte wegen wordt gericht geschoten. Oké, MAT. Wapens mogen gebergen. En Bravo 1 MAT over. Ja, begrepen. Alpha, helemaal clear beneden, wel op naar buiten. Auto staat klaar buiten. Zal ik hem aannemen? Oh ja, neem van mij. Neem hem mee. Dat auto aan voorzijde? Positief. Nou, we komen via top naar beneden. Voorzijde. Was je al gevierd of niet? Positief. Oké, dan ga ik naar het zoeken. Ik ga hem vervoeren, jongens. Nou, graag de eenheden Alpha voorzijde pand. Bravo achterzijde. Wacht even totdat de recessie te plaats is. Tot nu toe pand gaan beveiligen over. Ja, Bravo 1 gaat kijken bij het voertuig. Snow. Bravo 2, ja, om als Bravo 1. Snow. Belletje van FO gekregen. FO is ongeveer 10 minuten uit. Dus is onderweg over. Oké.